Cuci tangan. Kijk dan, die zijn sambal gekomen, jongen. Ja, ik heb die mama. Ik deze gaan eten. Ja. Mag ik ook een beetje met die? Huh? Deze kan ook, hè? Selamat siang. Kita makan dulu. Ini aku baru jemput anak-anak dari sekolah. Ini kan hari Rabu, jadi mereka cuma setengah hari. Kita makan sebentar. Terus aku mau cek itu pemanas. Soalnya air panasnya belum jadi. Sama pemanas ruangan juga belum jadi. Tadi aku sudah tanya sama yang inspeksi di rumah yang satu. Katanya di atas itu kita harus reset. Itu instalasinya harus direset. Kalau misalnya enggak bisa juga, kita harus telepon instalasinya. Biar mereka bisa datang ke sini toh. Hier binnen ist kalt. Kenapa? Mereka sudah beli apa namanya ikan ya, buat nanti kita bikin ikan bakar. Mengendap muka itu di pipi ada, di pipi ada itu ada coklat ya. Pak Jo makan apa buka? Kamu lupa buka? Max, wat kun je doen? Nah, ini dia. Oh, ini. Ini kali R-nya. Kita telepon dulu ya. Max? Ya. Nih, Don. Waktu itu mama kat belen, eh? Di situ skriwa, Dar. Mama. Waktu itu? De Van Delft Groep. Er volgt nu een keuzemenu. Heeft u een storing aan uw verwarming of aan uw warm water in uw woning? Toetsen 1. Wilt u een onderhoudsafspraak maken of wijzigen? Toetsen 2. Wilt u ons spreken over ketelvervanging, elektrotechnische... Ik kan het daar van doen. Wat? Kenapa ini enggak jadi? Kumafirku, apa cowok nabungin aku? Nee, hier blijven. Awas, mama ada pasang kamera situ. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek.
Zodra een medewerker beschikbaar is, wordt u doorverbonden. U kunt uw boodschap ook doorgeven per e-mail serviceopdrachten@vandelftgroep.nl of kies een 0 om een bericht achter te laten met uw naam en telefoonnummer. Ini kan gak ngerti urus-urus begini. Tapi kita coba ya teman-teman ya. Kalau kita tidak coba, kita tidak ini toh, gak tahu ya. Kita coba sendiri dulu. Kalau misalnya tidak jadi, baru kita telepon bikin janji supaya mereka mampir ke sini. Kalau misalnya bisa kita. Hai, goedemiddag. Met de Gladys spreek je. Hai, ik heb een vraagje. Ik zit nu bij een nieuwe woning. Alleen de warm water doet het niet. Hoe moet ik het doen? Weet jij dat toevallig? Okay. Even kijken, want is het op alle kranen zo? Ja, bij alle kranen zo, ja. Moet ergens hier aangezet worden of zo, gereset worden of zo, of wat? Zou je naar de ketel willen lopen? Ja, ik zit nu boven. Ik zit nu in de apparaat. Ja. Bij Remeha Avanta, is dat een ketel? Ja. Ja, en dan wat moet ik doen? Want alles staat uit. Even kijken, kan je even kijken wat de stekker in het stopcontact zit? Stekker? Oh, hij moet natuurlijk aangezet worden, of niet? Ja. Ja. Ah, nu staat hij aan, denk ik. Ja? Oh, wacht even hoor. En dan hij is nu aan het laden. Ja. Hij staat nu op 2.0. Is dat iets? Ja, dat is goed. Dat is de druk. Dat is de druk, dan is het goed. Dan moet dat nu de warm water doen dan. Ja. Dan hoef ik niets meer mee te doen? Nee. Oké. Okay. En dan die, weet jij toevallig over die verwarming? Ja, dat doen we ook. Het moet gewoon doen, die verwarming. Ja, en zo. Als goed moet het nu gewoon doen. Ja, want hij staat nu aan. Hij staat nu aan. Oh, oké. Okay. Ja. En mocht er alsnog problemen zijn, dan kun je altijd ook bellen. Ah, oh, oké. Okay. Is goed. Ja, dankjewel. Ja, daar. Ja. Dus u warm water nu aan? Als het goed is wel. Ik ga even proberen, ja? Huh? Even wachten. Hij moet natuurlijk even opwarmen. Dan gaan we zo meteen samen beneden proberen, oké? Okay? Ik ook. Hey. Ternyata, tunggu. Ternyata ini dia punya, tunggu dan. Ternyata dia punya colokan ini mereka cabut. Nah, kita enggak ngerti. Papa juga enggak ngerti. Jadi kita enggak berani main colok-colok. Ternyata ini colokannya dicabut demi keamanan. Nah, sekarang ya kecolok, ininya sudah nyala. Sudah ada itunya, termometernya begitu. Jadi sekarang katanya air panasnya harus jadi sama pemanas ruangan harus jadi. Nah, sekarang kita mau coba ya. Kita mau lihat ke bawah. Mari kita even kijken of die warm water doet. Warm water is hier. Dus. Hier of die warm. Panas? Nee. Nog niet. Hier, dan moet je even wachten. Denk ik. Oh, wacht! Ja? Wat is het warm te worden? Die warm te worden? Ja, deze pan is niet zo goed. Dan gaan we even proberen. Wacht even. We gaan beneden proberen. Kita coba yang di bawah. Ma, aku mau naar buiten. Naar buiten, wat doen? Weet ik niet. Ja, als je niet weet wat je moet doen, waarom zijn er buiten dan? Zijn buiten? Nee, nog niet. Oh, wacht. Kom dan. Wat moet ik doen? Mag ik naar buiten? Kom maar. Ja, ze aantrekken. Het is
Ini sih terspeu bau kan. Ini itunya ya, aturannya. Tapi situ ada gangguan. Kita mesti telepon lagi. Hi, goedemiddag. Hi, ik heb net gebeld over die, over die warm water dat het niet doet. En ik heb niet, ik weet niet, was jij nou aan de lijn? Nee, ik ben mijn collega aan de lijn. Maar dat maakt niet uit. Ja. Is er een afspraak met u gemaakt of niet? Nee, er is nog geen afspraak met ons gemaakt. Oh. Even kijken. Want ik heb die stekker erin gedaan. Ja. En dat was boven. En dan loop ik naar beneden. En geef die, ja. Die thermostaat van een foutmelding. In de Ja, dan kan ik even naar boven. Ja, graag. Dan gaan we even kijken wat hij daar dan, want daar zal hij dan wel iets aangeven. Even wachten. Ja. Zo, een trappetje. Even kijken. Hij heeft nu E4 aan. 1,4, dat is te druk van de ketel. Oké. Ik druk nog helemaal dingen, maar hij gaat niet te oud. Hij blijft maar gewoon pieperen. Oké. Kan ik even drukken? Ja, druk maar eens in. Kijk wat hij aangeeft. Dan? Nee, is het gewoon hetzelfde? Is het gewoon hetzelfde? Oké. Zou je even kunnen controleren? Die zit vaak bij de watermeter in een meterkast of iets? Ja, bij de meterkast. Hoe heet dat ding ook alweer? Ja, daar zit ook de waterkraan. Zeg maar waar. Even kijken, is het bij die meterstand bedoel je? Ja, de watermeter zit daar. Ja. En daar zit ook vaak de gaskraan. De gaskraan. Dat is niet gevaarlijk toch, wat ik nu doe? Nee. Zeker niet. Even kijken, hij zit helemaal hier. Even kijken. Ja, ik zit nu bij de meterstand, ja? Ja, en er zit ook ergens of een gele knop of een zwarte knop. Ik zie hier gele. Ja. Ja. En die moet gelijk staan met de leiding waar die op zit. Oeh, dat is een... Hij moet gelijk, hoe kan ik dat zien? Ja, als de leiding zeg maar van links naar rechts gaat. Mm-hmm. Dan moet die knop moet ook op dezelfde stand staan, links rechts. Niet naar boven en beneden. Je moet ook horizontaal staan, zeg maar. Wacht even. Met de leiding. Wacht even. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dat is kap doen. Dan zou je nu eens kunnen kijken. Ja? Of dat je een warm waterkraan kunt overzetten. Nou, laat eens even kijken. Ja. Die moeten in een beetje nog uit. Even kijken. Dat kan even duren. Ik vind het bij de keuken. Nee, nog steeds koud. Of kan het wel even duren? Ja, dat kan wel even duren. Want hij heeft natuurlijk een lange tijd uitgestaan. Ja, wat je kunt proberen is dat je ook gewoon een beetje nog eventjes probeert. Ja. Of dat het dan wel werkt. En als het niet werkt, kan je wel even op je contact met ons opnemen. Dan wil ook iemand langs kunnen sturen. Oké, ja, is goed. Doen we dat. Ja, dan laat ik de kraan even lopen. Ja, die mag nu op de kraan uitzetten. Dan kun je hem over een kwartiertje of 20 minuten nog eventjes gebruiken. Ah ja. Wel moeten werken. En als die werkt, dan wel even terug. Ja. Dan kijk ik.
iemand kunnen sturen. Oké, is goed. Ja? Oké, bedankt. Dag. Airnya di situ ya, kerannya di situ. Kita ditunggu, disuruh tunggu setengah jam. Katanya ini rumah kan sempat setengah apa? Sempat nggak dihuni beberapa lama. Jadi dia punya kerannya itu mereka matikan sementara, makanya itu nggak ada air panas. Cuma ada air dingin. Nah itu kalau sudah buka, kita tunggu 15 menit. Coba lagi ini kasih jalan kalau sudah nyala atau belum. Ini barang-barang Natal yang warna merah sudah Eka taruh di satu bak. Jadi yang satu yang merah muda sudah Eka taruh lagi di satu bak. Jadi per warna ya. Ini air panasnya masih belum jadi ya. Kita telepon lagi. Soalnya tadi dibilang kalau setengah jam lagi air panasnya belum jadi, kita harus telepon lagi. Nanti mereka kirim orang buat bentar ke lihat ke. Hai, ik heb half uurtje geleden gebeld over die warmwater die niet doet. En hij doet nog steeds niet. Dus ik moest even terugbellen. Oké. Kijken, wat geeft aan? Nog steeds foutmelding. En dan, ik heb die bij de meterkast, hoe heet nou, van die water dan even gedraaid. En dan, hij doet nog steeds niet. Hetzelfde melding als voor een half uurtje geleden, zeg maar. Boven is goed, beneden geeft hij foutmelding en warm water doet het niet. En uw collega zei, als het over half uurtje nog steeds niet doet, dan gaan jullie monteur sturen. Oké, ja. Even alle kranen dat u geen water heeft? Ja, alle kranen. Ik ben boven geweest, bij de badkamer en hier beneden ook. Ja, oké. Nanti ada orang mau datang, mau lihat ini semua. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi kita tunggu aja, katanya sebelum setengah lima. Nanti dia udah di sini. Kalau begitu, Eka pulang ke rumah dulu. Kita mau ambil daun jeruk sama serai, karena kita mau bikin Eka mau live bikin ikan bakar. Kita mau coba oven yang di sini. Kom, maaf Evi, even schoenen aantrekken. We gaan even naar een ander huis. Kom maar. Kom maar. Ik ga van Evi kant. Nee? Ja, doe maar, want daar is de drukke weg, die andere kant. Evi, ik moet als eerst. Ja, ga maar. Ini kita sudah balik ya dari rumah yang lama. Sudah ambil daun jeruk. Sekarang kita mau bikin ikannya. Kita mau taruh rendam jeruk sama garam. Baru abis itu kita bikin saus bakarnya ya. Ada beli ikan salem. Ini salem apa namanya? Salem asap ya. Dan ini ikannya ya. Ini
tadi itu beli. Udah itu ya. Udah minta dibersihin nah itunya apa namanya? Dalamnya. Ini sudah begini. Eka lanjut live ya. Wat heeft u gedaan? De gaskraan open. Oh, die bedoelt u? Ja. Ik heb daar gedaan. Nee, dat is water. Oh. Dit is gas. Dit is gas. Nu moet het gewoon goed zijn. Ja, ik heb daar... loop even naar boven, want ik moet hem resetten. Denk ja. ik. Maar ik heb daar wat gedaan. Moet het teruggezet worden? Of dat niet? Weet ik niet. Dat heb ik niet gedaan. Nee, ik heb gedaan. Maar kunt u er misschien even maar kijken? Maar dat is water. Ja, dit is water, maar ik heb deze eigenlijk gedaan. Hè? Ja, maar heb u nou nog water? Ja? Heeft u nog warm water? Nee, ik heb nog geen warm water. Ook geen koud water. Koud water wel. Ja, nou, dan zat die open. Ja, dan is die goed. Ja, dan is die goed. Ik loop even naar boven. Kijk ja. naar boven, denk ik. Is goed. Helemaal boven. Ja. De derde, ja? Ik ga met hem naar boven. Ik ga met buiten spelen. Kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas, teman-teman. Ini orangnya lagi mau bikin. Coba. Pemeliharaan. Pelan-pelan, awas. Even kijken. Ja, ik heb die stekker erin gezet. Die zwarte. Die zwarte. Ja, dat is goed. Ja, dat was goed, hè? Ja. Kom water uit. Oh, dat moet ook nog aangesloten ja, worden natuurlijk, nee, hè? Nee, hij moet er weer af. Hè? Oh, moet er weer af? Hij moet er weer af, maar hij is bijna hij is heel laag. Oké. Okay. Deze zwarte, ongeveer tussen de... 2 en de 1 houden. Oké, okay, tussen 1 en 2 houden. Ja. Dan is het goed. Ja, dat is goed. Ah, oké. Okay. Kan een beetje gaan schommelen, dus niet, ja. Niet te nauw kijken. Niet te nauw kijken. Wow, er komt zoveel water naar beneden. Oh, oh die valt nog mee. Valt wel mee, oh, normaal gaat het spetteren. Het is maar goed dat ik hem dicht heb gezet, want als ik hem open zet, dan komt er nog meer water. Oh jee. Oh. Dat moeten we niet hebben, hè? Nee, hè? Altijd, één kant mag je erop laten zitten. Ja? Maar altijd wel even, in ieder geval één kant eraf halen. Oké. Okay. En dan het liefst deze. Oké. Okay. Hij is klaar. Moet dat even wachten, hè? Maar hij moet even opstarten. Hij moet even denken, oh, wie was ik ook weer? Wat doe ik ook weer? Waarom moet hij erop? Hij weet even niet wat hij moet doen. Ja, hij weet het heel goed, maar dan moet hij even het hele programmaatje doorlopen. Ja. Moet alles in, werkt alles in, alles. Oké. Okay. Ja, dat duurt even. Dat duurt even. Een paar minuten. Ja, een paar minuten bij deze. Meneer, ja? Hier staat ook een SMA. Wat is dit dan? Een SMA? Ja. SMA. Ja, hier. Oh, je bent niet van die dingen. Van die, hoe heet dat? Hoe heet dat ding ook weer? Nee, dat is van de zonnepanelen. En u bent niet van die zonnepanelen? Nee, nog niet. Hallo. Ja? Hij wordt warm, hè? Hij wordt warm. Betekent dat verwarming doet? Ja. Nu wordt hij wel een beetje heet. Ja, nou wordt hij een beetje heet, ja. Ja, oké. Okay. Oh, dan is hij beneden goed dan? Ja. Oké, dan ga ik beneden kijken. Oké. Okay. Bedankt, hè? Ja. Bedankt, hè? Pas op je handen. Ja, we wonen maar hier net. We hebben net de sleutel gekregen, daarom. Ja, daarom dacht ik wel dat de gaskraan dit stond. Ja. Oh, die was het dus. Ja. En? Warm water? Nee. Nee, dat niet eens. Ik ga beneden even kijken. Ja. Olet, ik kan je doen, hè? Ja. Ini airnya musim-musim sudah harus panas ya. Belum. Masih belum panas. Coba kita lihat yang di sini ya. Oh, hier staat 14,5. Ini temperatur di rumah ya sekarang. Temperaturnya 14,5. Wow, we hebben ook een meter. Ja. Ini dia, udah jadi ikan bakarnya ya. Ini juga air panasnya udah jadi. Tuh, udah jadi air panasnya. Jadi sekarang mau cuci tangan, cuci piring juga sudah enteng ya. Ini kita tinggal tunggu papa, baru kita makan ini ya. Mari kita
kan jou geven. Kita makan dulu ya. Makan. Udah lepas nanti mama bilang. Ini kita makan ikan. Sama ikan yang kita bikin tadi ya. Ikan yang kita bikin tadi. Hmm. Hiso. Ini makan apa Dan? Nasi. Kita berdoa masing-masing ya. Saya nombor ya. Potong ini bapak. Kepalanya. Selamat makan. Ini kita baru habis angkat-angkat tempat tidur. Belum selesai, tapi kita istirahat makan dulu ya. Dan seperti biasa. Eka kebagian kepalanya. Nih, kalian papa. Berhasil pakai yang apa namanya? Bikin di oven. Oven yang di dapur ya. Cuma 180 derajat, Papa. 180 derajat. Tadi pakai oven ya. Kalau oven yang di rumah pakai 200. Nah, dia lebih gede tuh. Jadi warnanya juga lebih tinggi. Tadi cuci piring udah enak cuci piring. Karena udah air panasnya udah jadi. Kemarin kan aku mesti masak air panas dulu. Tinggal dipanasin begitu pas mati. Jadi keras. Kalau baru masak, ngasut. Apa yang terlalu keras kurang? Nih, metodenya. Di yang di... Kita cuci piring dulu ya, sebelum balik ke rumah. Bekas ikan soalnya. Kasih kering besok toh. Nanti udah cuci dulu.
sausnya masih ada sisa. Kita tutup terus ini ya.